Hey, welkom bij een nieuwe video van Molly de Pony. En leuk dat je kijkt. Ik doe even mijn intro even heel snel. Ik heb vandaag mijn tweede show. Ik ga nu naar opa en oma toe. Want opa brengt mij naar stal toe. Ik zie hier iets vliegen. Volgens mij is het een vlieg of een mug. Het interesseert niet. Ik moet daarna even niet naar kijken. Ik moet over 8 minuten bij opa en oma zijn. Nou is opa en oma echt 5 minuten. Nee, is echt een minuut lopen. Maar ik ben altijd zo iemand die bang is dat ik te laat kom. Dus... Maar ik moet nog even ademhalen. Ik kan nog rustig doen. Ook al ben ik dat niet. In ieder geval. Ik heb vandaag mijn show. Ik word weer tussen 10:30 en 11:00 opgehaald. Het is nou 9:30. En ik had een beetje in de planning dat ik dan tussen 9:45 en 10:00 op stal ben. We rijden een kwartier zo op tussen. Ja. Ik kan nog lekker rustig gaan doen. Verder. Verder hè, Angel. Ik heb wel gewoon een korte broek aan. Toch vandaag gaat het regenen. En onweren als het goed is. En wordt het niet het beste weer. Maar het blijft nog steeds wel rond de 24 graden. Dus ik twijfel eigenlijk nog steeds of daar ik misschien toch een lange broek aan doe. Maar ik denk dat bij kort houden. Want als ik eigenlijk beweeg en dan zou ik een bloed heet. En verder denk ik dat het sowieso benauwd is. Ik heb alles voordat ik thuis mee wil nemen heb ik in mijn tas zitten. Ik moet straks op stal, moet ik wel alles meesjouwen. Maar dat maakt niet uit. Nog een hooi net klaarmaken. Ja, dat eigenlijk. Dus ik ga daar naar opa en oma toe. En dan zie ik jullie zo meteen. Op de dag dat ik dit vlog, is mijn vorige vlog van mijn vorige show op dezelfde manege online gekomen. Dus heb je die nog niet gezien, ga die echt zeker kijken. Ik zet hier ook een i'tje in het, hierboven in het i'tje. Als het goed is aan deze kant, ik weet het bijna zeker. Zet ik in het i'tje en dan moet je die video ook zeker zien, want dat was echt de officiële eerste show. Ja. Angel is super zielig, want ik ga dadelijk weg en is je zo'n eentje thuis. Kun je slapen waar je wil, hond? Is dat niet lekker? Maar ik ga nu in ieder geval richting opa en oma. En ja. Doei! Ja, wat een hond. Ja, zet wat een hond. Maar ik ga naar opa en oma en dan zie ik jullie zo meteen. Thank you.
blijf toch af. Het is allemaal niet van jou. Het is wel heel verleidelijk dit. Als het van jou was, mocht je het slopen. Maar het is niet van jou, dus je mag het niet slopen. Want als jij sloopt, moet ik betalen. Oké, ik zit alweer in de auto. Ik heb iedere keer na die show, dan heb ik niet echt heel veel tijd of zo om te vloggen. Ik heb hem na de show gewoon weer... Kan ik jullie juist neerzetten trouwens? Nee. Oké, ik heb na de show hem in Melissa haar stal mogen zetten van Melissa haar pony. Dat vond hij heel leuk, want had hij een luik. Dus dat vond hij echt heel leuk. De show ging goed. Ik zal er gewoon weer dingetjes bijzetten of inspreken. Maar daar heb je natuurlijk al gehoord of gezien. Dus ik heb hem na de show op stal neergezet. Toen hebben we weer geluncht. Even buiten gezeten. En toen zijn we weer onderweg naar Oerlen gegaan. Richting stal. Hij wou op de trekker gooien de trailer eigenlijk niet op. Hij niet op. Hij wou niet in één keer. Hij moest even twee keer aanlopen. En had eerst iets van, moet ik er echt op? En Melissa zo, hij wil hier gewoon blijven. Ik zei, ja, dat zal wel. Ik zo, het is hier nog veel te interessant om hier nog weg te gaan. En maar toen stond hij helemaal op de trailer en is gewoon goed. Toen ben ik naar huis toe, naar stal toe gebracht weer. Door de eigenaar, super lief. En ik heb hem gewoon lekker op de wei neergezet. Ik heb mijn spulletjes opgeruimd. En wij staan al bij de Albert Heijn. Mama is even... avondeten halen. We hadden trouwens nog voor de man die mij iedere keer, die mij nou dus iedere keer gebracht en gehaald heeft, hadden wij nog een doos merci's.
We hadden die natuurlijk wel van Melissa ingehaald. Ik krijg echt een lamme arm, joh. Die hadden we natuurlijk wel van Melissa ingehaald. Maar ik dacht van, hij moet er eigenlijk ook in. Of ja, mama dacht dat eigenlijk ook. Dus we hadden voor hem ook maar een doosmassie. En verder zou ik jullie denk ik thuis daar wel meer vertellen. Want ik krijg een verschrikkelijk lamme arm. En waar dat ik hem neer wil hangen, daar heb ik te veel belichting. En dat is dus hier. Ben ik een beetje overbelicht. Maar dat maakt niet uit, trouwens. Verder, de kinderen vonden het super leuk. Wat mij trouwens wel echt opvalt. Ik vind het ook wel leuk. Maar die kinderen die vinden dat lint. Als Wally met dat lint gaat, zwaaien wel echt het allerleukste. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar die kinderen vinden dat dus wel echt ontzettend leuk. Als Wally met dat lint gaat zwaaien en doen. En dat vind ik altijd wel grappig. Want kijk, ik vind het ook wel leuk. Maar ik vind het bijvoorbeeld, ik zelf vind het heel leuk als Wally gaat zitten. En ik vind de bergheid op het blok vind ik heel leuk. En het stijgeren. Maar hun vinden dat ballerina lint dus echt een van de leukste dingen. En verder waren er best wel wat vragen. Waarvan eentje, ik vind het een best wel een gemene vraag eigenlijk. Maar een jongen die vroeg van, geef je hem ook wel eens een tik? En ik heb gezegd, daar moet ik wel eerlijk antwoord op geven. Ik zo ja, ik geef hem ook wel eens een tik. Ik zo en ik geef het hem niet vaak en ik geef het hem ook echt niet met plezier. En ik geef hem natuurlijk zeker niet voor onzin dingen. Maar Wally die wil nog wel eens bokken. En dat mag hij van mij. Hij mag van mij bokken en even door de wei heen rennen of door de bak. Maar hij kan wel eens bokken en dan naar mij toe bokken. En als het echt op mij gericht is omdat hij boos op mij is, dan denk ik van ja, maar dat vind ik niet oké. Want ik wil niet dat je... Kijk, ik vind het prima dat je boos op me bent en dan mag je me echt gewoon een keer een duw voor geven of een keer voor willen bijten. Maar ik wil niet dat je richting me slaat, want als ik daar geen reactie op teruggeef, dan ben ik bang dat hij het een keer echt ook echt flink hard doet. En Wally raakt me wel eens per ongeluk of toch wel een keer. En dan heeft hij toch ook wel een tik terug en dan zeg ik niet meteen dat het een keiharde klap is. Maar dan heeft hij toch ook wel een tik te pakken en daar ben ik gewoon eerlijk in. Want ik heb hele hoge grenzen. Maar als hij mijn grens heeft bereikt, dan heeft hij me wel echt bereikt. Want Wally weet dat ik tot die tijd heel lief ben. Dus Wally weet ook heel goed wanneer hij om mijn grens heen gaat. Want Wally die bijt ook nog wel eens. En ik vind hem zo zacht happen niet erg. Maar als hij me echt bijt, dan trekt hij meteen zijn kop. En ik denk, oh shit, dat had ik niet moeten doen. Want dat vindt ze niet leuk. Dus zij weet ook echt wel wanneer hij om mijn grens heen gaat. Maar hij krijgt dus wel ook ooit een tik, gelukkig niet vaak. En gelukkig is dat echt niet vaak nodig en hij weet heel goed waar mijn grenzen zitten. Dus gelukkig niet vaak. Maar ja, ook Wally krijgt wel eens een tik. Verder nog als disclaimer. Ik heb dat tijdens mijn shows ook tegen de kinderen verteld, want ik heb natuurlijk naar mijn shop een manege gegeven. Maar ik heb daarbij gezegd dat je niet een manegepony dit moet leren, zelfs geen klein kuntje. Ik weet dat dat door heel veel manege's wel gedaan wordt. Maar ik weet dat ook heel veel manege-eigenaren daar niet blij mee zijn. Want stel jij dus een pony shake aan. Dat is super schattig. En dat is echt heel leuk. Dat zeg ik niet. Maar jij weet dat hij shake kan. En stel iemand borstelt hem en borstelt hem net bij zijn oor. En die pony denkt dat hij moet gaan shaken. Dan kan het goed zijn dat zo'n kind een kopstoot te pakken heeft. En iemand van 14 die kan nog wel tegen een kopstootje of tegen een been. Maar rijden ook natuurlijk jongere kinderen op die ponies. En misschien ook wel kleinere kinderen. En dan is het niet zo leuk als je bijvoorbeeld of een kopstoot krijgt of je ligt een paard pas aan dat jambet. Nou, als een kind dan zijn been borstelt en die weet niet dat hij dat jambet kan slash doet. Dan kan het goed zijn dat zij gewoon een been zo tegen zich aankrijgt. Dus echt, als je op een manege rijdt, leer het geen manegeponies aan. Leer daar gewoon geen manegeponies aan. En er zullen echt wel manege's zijn die dat goed kunnen. Maar mijn tip is wel echt, leer daar geen manegeponies aan. Want als er een kleiner meisje of een kleiner jongetje op die pony rijdt. Of hoeft nog niet eens, maar gewoon iemand anders. En die weet niet dat hij dat kan. Dan kan het best wel zijn dat ze een been of een hoofd tegen zichzelf aankrijgt. En dat is dan toch niet zo heel leuk. Dus dat moet ik sowieso even vertellen. Want dat heb ik ook in mijn shows verteld. Verder doe ik jullie daar thuis alweer meer vertellen. Oké, ik ben nou thuis. Ik ga thuis lunchen. Ik
heb daar wel gewoon bij lunch gezeten. Maar ik had helemaal geen honger door de warmte. En ik heb het nu binnen hier gelukkig echt een stuk koeler. Dus ik begin daar wel honger te krijgen. Dus ik ga lekker, of ja, mama gaat voor mij een maiskolf klaarmaken. Lekker warm. Dat vind ik dus echt heerlijk. Ja, ik ben echt heel trots op hoe dat hij deed. Hij ging wel iets moeilijker liggen met mij erop. Maar dat was eigenlijk echt puur omdat hij afgeleid was. De spiegel was deze keer eigenlijk niet zo eng. Maar nou stond de deur open. En hij kon vanuit de deur kon hij twee paarden zien rijden. Dus dat was natuurlijk wel super interessant. En ik vind het helemaal niet erg. Want het is super goed voor hem om dit te doen zo. Dus ik ben echt heel blij. Ik ben super tevreden. En die kinderen allemaal super leuke vragen. En één iemand die vroeg ook van, kan hij ook stijgen op commando met iemand erop? Ik zei, dat kan hij zeker. En ik dacht van, ja, dat kan hij wel met mij erop en dat kan hij wel laten zien. Maar ik dacht, ik vraag maar aan Melissa of dan Melissa erop wil. Dus Melissa heeft met hem gestijgerd. Hij was verder, was hij echt super lief. Hij was een beetje vervelend. Op een gegeven moment, ik had één meisje die wou ik Jean-Bet laten vragen, terwijl dat hij op blok stond. Maar ik ging naast hem staan en als ik naast hem ga staan, dan denkt hij dat ik die berg uit ga vragen. Dus hij is echt 6 keer, ja nee, niet 6 keer, hij heeft denk ik wel 3 of 4 keer die berg uit gedaan. Terwijl ik dat helemaal niet wou, want ik wou dat een meisje Jean-Bet vragen. Maar omdat ik dan aan de zijkant stond, deed hij dat wel. Dus ik moest hem even op zijn plek zetten en even weer terugzetten en dan het even opnieuw doen. En zelf even nadenken, nee Josse, ik moet dan niet naast gaan staan. Ik moet er vol blijven staan. Zou ik wel heel graag, ik wou heel graag naast Wally gaan staan. Zodat, omdat Melissa die foto's maakte, dat een meisje goed op de foto stond. Want dat vind ik heel leuk voor die kinderen. Maar dat vond Wally dus niet zo heel goed. Want die dacht van, ja, maar dan ga ik bergrijden doen. Dus ik had het ook nog mooi zo tegen die kinderen gezet. Dus dit is dus wat ik bedoel met miscommunicatie. En ik vind het helemaal niet erg, want hij denkt mee. Maar hij denkt af en toe te veel mee. En hij wacht niet op het commando. En dan doet hij het al voordat ik het vraag. Dus Wally is heel lief. En die denkt goed mee. Maar die denkt af en toe te goed mee. En daar is dit dus een onderdeel van. Ja, verder ben ik heel tevreden. En ja, ik heb 2 super leuke shows mogen geven. Met super leuke kinderen op de manege. Berghoeven en superleuk manege en ik was er ook echt ontzettend welkom en dat vind ik super fijn en ze waren daar sowieso heel blij met me en ja, ik vind het heel leuk. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Wat moet ik nog meer vertellen? Nee, ik denk dat het dat voor nu even is. Ja, we gaan straks eten. Ik doe nu even lunchen. Ook al is het veel te laat om te lunchen, want het is echt... Het is al 4:30, maar dat maakt niet uit. Ik ga lunchen. Ik denk dat ik verder eigenlijk niks hoef te zeggen. Dat ik in ieder geval de Berghoeven ontzettend veel bedanken dat ik de shows heb mogen geven. En dan voor mij vervoer heb ik geregeld en gedaan. En ik wil Melissa ook heel erg nog extra bedanken van Lady and Me. Je kunt een linkje van haar Insta-account vinden onder mijn vorige video, als ik het goed zeg. En anders Lady Emmy op Insta. En ik had er vast wel ergens getagd staan. In ieder geval bij de foto's van de show zou ik er getagd staan. Daar heb ik in ieder geval haar fotografie-account getagd staan. Dus ik vond het super leuk. En ik hoop dat er ook wel foto's in deze video zitten van deze show. In ieder geval wel van de vorige show zitten er wel wat foto's in de vlog. Ik hoop natuurlijk in deze ook gewoon, maar Melissa die is druk aan het werk met ze te bewerken en te doen. Dus ik vind het al heel lief dat ze wou maken. En ja, ik ga even eten, want ik hoor dat mijn eten klaar is. Ik heb mijn maiskolf op. Ik ga nou douchen. Want volgens mij ben ik echt zwart. Overal waar het maar kan. En vanavond moet ik dan met mama mee gaan werken. Ik doe met mama wel eens een paar weekenden in het jaar mee werken. Dat is voor mij lekker bijverdiend. Dus, maar dat moet daar dan ook nog. Maar eerst douchen. Want ik voel me echt vies en plakkerig met het weer. En mijn Wally. Dus ik ga nou lekker even douchen. En dan zie ik jullie straks wel weer. En ik ben weer eens vergeten de video af te sluiten. Dus hopelijk vonden jullie het een leuke video. En tot de volgende keer. Doei!